Hallo mensen van de Daafde Games. Vandaag gaan we Kane & Lynch 2 Dog Days doen. We beginnen gewoon bij het start, ook al heb ik dit spel al een keer eerder gespeeld. Ik heb hem nog niet uitgespeeld, maar maakt vast niet uit. Ik ga hem gewoon live met jullie uitspelen. Gewoon omdat het kan. Geen excuses, gewoon hup, bom. Ja, dan zou je denken, waarom zijn we op een badkamer? Dat weet ik ook nog steeds niet. Iets is er misgegaan en toen waren we ineens op een badkamer. En hij heeft de Stanley mes en oh, we hebben wel vette tatoeages, zeg. Ik wil ook van die Stanley mes tatoeages. Kijk, dat ziet er super vet uit. Dan zeg je van, ja, het lijkt net of ik ben opengesneden, maar haha, dat is niet waar. Shanghai, 2 dagen eerder. Ik skip heel even door de intro scène, anders moeten we zo lang wachten, mensen. In de begin-intro scène is het veel lopen. Wanneer de spannende dingen gebeuren, laat ik het wel erin, maar met de saaie dingen wat ik nog kan herinneren, zoals het gewoon meer gepraat is, geen actie, ja, dan zeg ik van, hey, ik doe jullie het niet aan en hoop ik dat jullie er blij mee zijn. Of jullie zeggen van, wil het wel zien, dan laat ik het gewoon in jullie feest. Niet mijn, maar jullie. Wauw. Wauw, gewoon wauw. Oh, deze bedoelde ik eigenlijk. Oké, we're here. Kijk hier. Listen, this guy is small fish. Oké, we zijn dus op zoek naar een kleine gast. Small fish. Be careful. Daar heb je hem. Oh, die loopt helemaal niet goed met het. Oh, ik heb ineens een geweer. Wauw, dat had ik net nog niet, hoor. Put down your gun. Ash, we gotta catch. Oh, wat? Oh, catch Bradley alive. Wat? Hoe? Huh? What the fuck? Take cover! Jesus. I just wanna talk! Ik zie hem 3 keer door zijn hoofd, gaat niet dood. Find cover! Volgens mij hoef ik niet eens iets te doen. Nee, wat? Gast, je was hier net al. Keep going. Oké, okay, we gaan gewoon verder. Wat grappig is van dit spel, het is gemaakt door de makers van, hoe heet het? Final Fantasy dus. Shit. Van de mensen die het weten, Final Fantasy is meer echt zo'n vrolijk spel, helemaal niet bloed, fucked up shit en zo. Nou, oké, okay, misschien kan er wel wat fucked up shit in zitten, maar in het algemeen is het, wat, huh? You died. Oké, okay, dat is de... We zijn pas 1 keer dood gegaan. Dit is verre van de Davids en Limbo speedrun. Dit is de grijze slow-mo. Hé, hey, wat de... Ik schiet hem 3 keer. Hij gaat niet dood. Hij schiet mij, ik ga gelijk dood. Keep going. En dit soort dingen... Erg kan ik me echt aan erger aan een game. Come back here! Brady, goddammit! Kijk, oh, en dan ga ik weer hier door. Want ik ken hem op de sprintroute. Shit, out of a bitch! The fuckers got backup! Deze mensen gaan wel dood, denk ik. Kane gaat niet in mijn weg staan. Kijk, oh shit, ik ga hem bijna inhalen. Nog 6 meter. Pak daar hier de snelheid. Nog 5 meter. Hij gaat voor de eindsprint. Komt hij daar de 4 meter? Oh, de 4 meter, de 2 meter. Oh nee. Hij wordt ingehaald. Waarom rent dat wijf ook nog mee? Kijk dit, ik kan hem toch zo pakken? What the fuck, ik haal het wijf zelfs in, maar oké. Wat de, hè? What the fuck is your problem? Oh man, dit spel is zo realistisch, zeg. Kijk hierop. Jesus, man. En hier hebben we een paar, oh, take human shield. Dat dacht ik mooi niet, hè? Get moving. Dus, wat nou, waar is nou je vriend? Holy shit. Dat dacht ik al, hè? Jullie schieten gewoon je vriend neer. Hier, pak hem maar. Hoor. Wil je hem hebben? Hij is nu toch als goed als dood. Oh, hé, hey, vet. Hij had wel een Uzi bij. Mooi. Reload. Kom, los. Nee, los. Hey, oh, hier hadden we ammo en
Nee, geef me Uzi terug. Oh. Deze Uzi gaat mij zoveel helpen. Hè? Hoop ik eigenlijk, hè? Ik weet het niet. Wat? Waarom hebben niet Aziatische verkopers? Waarom hebben deze verkopers in Shanghai allemaal een Uzi bij zich? Kan iemand mij dat uitleggen? Hoe doe ik alweer mijn wapen veranderen? Ik ben voor... Oh, zo, hè. Zo. Nou wil ik eigenlijk 2 Uzi's meenemen. Oh, shit. Oh jee. Yeah. Oh nee. Rennen. Driehoekje was het. Oh, weet je wat ook vet is aan heel deze game? Je hebt hier echt een overvalmodus. Dus dan ga je met een groep mensen. Ga je een gigantische geldkluis of zo overvallen. En dat is echt super vet om te doen. Het spel is al eigenlijk best wel een tijdje uit hoor. Maar je dacht, laten we eens even wat heftige games hier op Dusdavond Games brengen. In plaats van Limbo en Minecraft, hè. Nee, we gaan hier gewoon lekker gewoon gigantische 18-plus spellen doen. Gewoon omdat het kan, hè. En omdat meestal shooters ook vetter zijn. Ik heb eigenlijk nog nooit eigenlijk hier echt een let's play, Nederlandse let's play, hè. Of ik kan me vergissen, hè, maar... Ik denk dat het is en dat vast wel één iemand in de comments zet wie hem heeft gedaan. Vast wel, want... We zijn al 7 minuten bezig en we maken gewoon eens een keer meer voortgang dan ik het heel het spel heb gedaan. Nou, eigenlijk niet. Nou, oh. Meen je die? En hier lopen we al vast. Kane, vertel eens, waar moeten wij heen? Oh. Meen je die? Oh, wat vind ik dit... Het spel is echt moeilijk om te zien, hoor. Oh, deze wil ik wel even gooien, hoor. Vangen! Vangen! Kalabo, oh shit. Holy shit. Waar komen hun ineens eigenlijk allemaal vandaan? Dat vraag ik me toch lichtelijk af. Was die man nou echt zo populair dat ik dacht van... Serieus, stop. Gewoon stop met schieten, dat is zeer. Weet je hoe duur deze jas wel was? Was wel iets van yen. Is dat toch wat? Ik zie dat het duidelijk echt een explosieve kanon hoor. Nu het ligt gewoon weer aan mij. We gaan gewoon hier rushen. Up. Geen excuses. Zo, up. Hier. Stom spel. Waarom kan ik nou niet in de auto zo... Nee, we moeten lopen. Dat is handig. Oh, hè? Nou, we zijn eens benieuwd. Zo, mevrouw, doe eens even rustig. Dat is niet zo mooi, hè? Oh, wow. Relax. Oh, nee, wat? Hoi. What just happened? Inderdaad. Did he just... What the fuck just happened? What the fuck gebeurde er? He shot his girl, Kane. The fuck I did? Yeah. Let's get your luggage. Oh, nee, shit, dat wou ik niet doen. Oei. Nou mensen, bedankt voor... Nee, we doen nog een klein stukje opnemen. 9 minuten is ook weer zo kort, hè? Ah, we zijn nu bijna op de 10 met de laatste scherm erbij. Ik heb heel even wat te drinken, dat moet af en toe ook, hè? Anders verdroog ik.
En aangezien ik toch al bijna de hele tijd moet praten, nou, dat is wel wat leuker om naar te kijken. Is af en toe wat drink ook goed voor je keel, dus voor jullie beginnende commentators, gewoon even wat drink tussendoor. Ziet er heel professioneel uit. Oh god. Nou, als dat laadscherm eens een keer opschiet, kunnen wij dus ook eens verder gaan. Dat doet hij dus niet en dat vind ik dus niet leuk. Oh, toch wel? Nou, ik ga hem heel even pauze zetten. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie deze serie leuk vinden. En als jullie mij verder willen zien moorden in Shanghai, dat was het. Dan lees ik het graag terug in de comments. Als jullie zeggen van nee, moet je niet doen, je bent stom. Je speelt op de PlayStation, Xbox is beter. Mag je dat ook gerust achterlaten in de comments. Als jij denkt, dat wil ik gewoon doen. En misschien zie ik jullie dan bij de volgende aflevering.